Zo, nog twee voorbeelden waar we gebruik gaan maken van energiebehoud. We hebben hier een blokje dat we stilhangen boven een veer. En die veer is op dit moment niet uitgerekt. Heeft een uitwerking van 0. Als we dit blokje loslaten vanuit stilstand, heeft het blokje dus geen kinetische energie, maar wel een zwaarte-energie. We wachten dan tot het blokje zijn laagste punt heeft bereikt. Nou, op zijn laagste punt is de snelheid weer 0. Dus ook hier is geen kinetische energie. Maar de veer is nu ingedrukt. Dus we hebben wel veerenergie. Nou, dit is het laagst dat het blokje ooit zal komen. Dus we noemen hier zwaarte-energie 0. De hoogte is hier dus 0. We vinden dus het volgende. Zwaarte-energie aan het begin. Veerenergie aan het eind. We vullen de formules in. En de volgende stap is best wel even tricky. De hoogte dat het blok is gevallen is van hier naar daar. En dat is ook hoeveel de veer is ingedrukt. Oftewel, deze hoogte hier is gelijk aan de uitwijking. En nu kunnen we 1 uurtje aan beide kanten wegstrepen en uiteindelijk vinden we dat deze formule voor de uitwijking van het blokje als het blokje op zijn laagste punt bevindt. En nu het laatste voorbeeld. We hebben hier een blokje dat weggeschoten wordt en aan de veer zit ook nog een blokje bevestigd. Deze pin wordt weggetrokken en dan schiet het blokje weg. Dit kleine blokje blijft aan die veer vastzitten. En dit is het moment dat het blokje net wegschiet. Laten we naar de energie kijken. We hebben hier een veerenergie, geen kinetische energie op dit moment, want het blokje staat stil. Het heeft geen zin om naar de zwaarte-energie te kijken, want het blokje bevindt zich op dezelfde hoogte in beide situaties. En dan zouden we die zwaarte-energie alleen maar weer tegen elkaar weg moeten strepen. Aan het eind hebben we een kinetische energie. Zowel dit blokje als dit blokje hebben een snelheid gekregen. De formule wordt dus 1/2 cu² voor de veerenergie en 1/2 mv² voor de kinetische energie. En m is in dit geval m1 plus m2, omdat beide blokjes door de veer zijn versneld. Nou, het blokje schiet dan weg met een bepaalde snelheid. Die snelheid kun je dus hier mee uitrekenen. En dan gaat dit blokje verder trillen, dit kleine blokje hier. Dus die gaat heen en weer trillen. Nou, nu op dit moment is alle veerenergie van het blokje omgezet in kinetische energie. Maar die kinetische energie die wordt weer omgezet in veerenergie. In dit geval kijken we dus alleen nog maar naar blokje M1. Dat is dit blokje, want dit blokje is weggeschoten. En dan kunnen we met deze formule de nieuwe uitwijking uitrekenen. En dan kunnen we uitvinden hoeveel dit blokje nog heen en weer zal trillen nadat het grote blok is weggeschoten. Succes met leren!